Hartelijk welkom bij Speel met mij. Ik heb hier vandaag de Doggy Doctor van Play-Doh, van Hasbro. En dit is een kleine hond. En daar kun je verschillende dingen mee doen. Je kunt dus hondendokter spelen met een pincet en hier is nog een stethoscoop. En dan gaan we nu alles even proberen. Ik heb al een paar Play-Doh potjes klaargezet. Als eerste ga ik hier in zijn hoofd een beetje klei doen. In het ene vakje heb ik roze gedaan, in het andere lichtgeel. En dan gaan we nu beginnen. Dan druk ik hier zo op het hoofd. En dan zie je hier van voren dat er een tong tevoorschijn komt. Hij heeft nu dus een best lange tong. En dan kun je ook nog tanden maken. Daar pak ik een beetje wit voor. En die kun je hierin doen. Zo ziet hij er nu uit. Zo, en dan gaan we eens kijken wat er gebeurt als ik dit oor hier zo naar boven doe. Ik heb daar namelijk klei in gedaan. En, oh, wat komt er nou uit? Nou, dan doen we gauw weer het oor dicht. Hier gebeurt niks. Dit is gewoon alleen een wiebeloor. En hierachter is er nog wat. Hier kun je ook klei in doen. Eigenlijk moet je dat met een spuitje erin doen. Dan kun je namelijk zo de hond een spuitje geven. Maar ik stop het er gewoon zo in, want ik heb het spuitje niet. Zo. En dan is er natuurlijk nog een grote groene pleister. Want als je een prikje hebt gekregen, dan moet je natuurlijk ook een pleister hebben. Zo. Dan gaan we eens kijken wat we verder nog met die hond kunnen doen. Ik draai hem even om. Hier is nog een been. Als ik dat beweeg, dan kwispelt de staart. En ik kan natuurlijk ook aan de staart draaien. Dan beweegt het beentje een beetje. Hieronder zit niks meer. En hier op de rug daar kun je nog een bot maken en een sok. Zo. Speelgoed voor jou. Een sok en hier een dik groot bot. Zo, dit was de Doggy Doctor. Dit was het. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Ik vind het ook wel heel spannend wat je hiermee kan doen. Die arme hond die heeft hier wat aan zijn oor. En hierachter moest hij een prikje krijgen. En dan heeft hij een grote pleister erop gekregen. Ik hoop dat hij nu gezond blijft. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Geef me dan een duimpje omhoog als je het leuk vond. Bekijk ook de andere video's. We hebben nog veel meer Play-Doh video's. Het is voor ieder wat wils op het kanaal. Ik heb al veel meer laten zien van Play-Doh. Als jullie de Doggy Doctor leuk vonden, die arme zieke hond met zijn pleister. En hier het prikje. Dat kun je hier zo, als je het pootje openklapt, kun je het eruit halen. Dat doe je dan hier in. En je kunt dat zo weer dicht doen. Dat heb ik nog niet laten zien trouwens. Ja, als jullie hem dus leuk vinden, geef me dan een duimpje omhoog. Bekijk onze andere video's. Abonneer op ons kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. Doei!